Het tekenen met SketchUp. We gaan als eerste bij SketchUp, die we nu gestart hebben, gaan we eerst even kijken naar deze paar icoontjes. Vooral deze en deze, die zijn heel erg handig. En daarbij heb je ook je muis nodig. Je muis heeft namelijk een wieltje en dat wieltje kan je indrukken. Op het moment dat je het wieltje indrukt, dan zie je, ik heb hem nu ingedrukt, dat het tekentje veranderd is en dat je dus je tekening hele alle kanten op kan zwenken. Op deze manier. Laat ik hem los, dan gaat hij weer terug en dan kan je allemaal dingen doen in SketchUp. Pak het handje, dan kan ik mijn tekening opschuiven, zoals op deze manier. Op deze manier kan ik hem alle kanten op schuiven. En als ik het wieltje van mijn muis ga bewegen, kan ik inzoomen, wieltje naar voren, en ik kan hem uitzoomen. Dus op deze manier kan ik alle kanten van mijn tekening op mijn tekening goed neerzetten. En nu zorg ik ervoor dat ik een beetje ingezoomd ben, dat ik zo dadelijk kan gaan tekenen. Oké, nou gaan we naar deze toe. Het pijltje. Het pijltje, daarmee kan ik selecteren. Ik heb nu het poppetje geselecteerd. Het poppetje wil ik namelijk als eerste weg hebben. Dus ik druk op het toetsenbord op delete. En het poppetje is weg. Want anders komt dat later. Staat het poppetje in jouw tekening nog verwerkt. En dan wordt hij dus meegeprint of meegeprojecteerd. En dat willen we niet. We gaan naar deze. Als je het vierkantje aantikt, dan kun je hier een rechthoek tekenen. Dat rechthoek, dat is dus één vlak geworden. En als we dat vlak hebben, dan kan ik met dit pijltje omhoog duwen en trekken. Ik druk daarop, kan ik dat vlak omhoog halen en weer naar beneden duwen. En dat is bij onze eerste opdracht is dat heel erg handig om te gebruiken. We gaan ook even naar de cirkel kijken. De cirkel, die kunnen we er bijvoorbeeld naast leggen. En die cirkel, daar moet je het midden van aangeven van de cirkel. En op dat moment uittrekken en dan zie je dat er dus een cirkel ontstaat. Ook deze, die kan ik uittrekken. En je ziet dat er een keurige cilinder ontstaat. Wil ik nu dingen weghalen, dan kan ik hier het gummetje gebruiken. Dus gummetje. En dan klikken we op de onderdelen. En dan zie je ook wat er gebeurt. Het gaat weg. Je kan dat ook doen door bijvoorbeeld de pijltje te selecteren. En op dat moment één lijntje te selecteren. Dat zie je hier gebeuren. En op het moment dat ik één lijntje selecteer en dan op mijn toetsenbord op delete druk. Dan zie je ook dat er wat gaat gebeuren. Dan gaat het ook weg. Dat is soms even wat handiger, want dan weet je namelijk precies wat je geselecteerd hebt. Ik heb nu bijvoorbeeld hier het vlak geselecteerd, wat ik weg kan halen. En dan blijft bijvoorbeeld het lijntje hierboven blijft over. Moet ik die ook selecteren. En je kan dus dan wat dat betreft kiezen wat je wil. Nou, ik ga nu even met het gummetje aan de slag. Deze even weg, die even weg. Die ga ik weghalen. Deze weg, die, die. En de laatste onderdelen. Alles is weer weg. We gaan terug naar het vlak. We tekenen een vlak. Op deze manier. Zo. We hebben nu het vlak getekend. Nu ga ik daar een boog aan zetten. Dan kies ik het derde icoontje. De boog. SketchUp kijkt naar het eindpunt. Klik. Dan naar het andere eindpunt. Klik. En op dat moment kan ik een boog aan mijn object maken. Dus als ik hier nu een mooie boog maak, dan heb ik hier die boog staan. Nou, we gaan even inzoomen. Oh, dat moet ik niet doen. Dus ik heb nu een klein foutje gemaakt. Nou, dan zeggen we gewoon escape. En op dat moment dan doet hij niet meer. Want ik heb nog altijd die boog heb ik hier geselecteerd. Dus ik ga er nog een boogje bij in doen. Op de lijn. En de boog die komt op de lijn terecht en dan ga je goed kijken dat hier dus een opening komt. Die opening die heb ik namelijk nodig, deze hier, voor mijn sleutelhanger. Nu ga ik wat dingen weghalen. Ik selecteer even het pijltje. Deze wil ik weg hebben. Zo. En ik wil ook deze lijntjes weg hebben. Deze en deze. Waarom is dat? Nu is dit één vlak geworden. Dus de vlak plus de boog aan elkaar vast. En als ik dan duwen en trekken selecteer, kan ik die omhoog halen.
en zie ik al dat de vorm van mijn sleutelhanger in beeld komt. Ik ga mijn object een beetje draaien. Nou kan ik mijn figuur erop zetten. Nou, ik zal bijvoorbeeld dus beginnen met een wiel. Ik wil eigenlijk een soort fiets maken. Nou, dat betekent een fiets dat ik twee cirkels boven elkaar wil hebben. Want dat zijn ook de banden. Die kan ik oppakken. Dan zie je dat alleen die omhoog gaat. Datzelfde wil ik natuurlijk iets verderop. En hier bijvoorbeeld weer zo'n cirkel. Deze manier. En weer het... Ah, hier is er een foutje ingeslopen. Er is oorspronkelijk een keertje extra geselecteerd. Dan gaan we even naar bewerken. Ongedaan maken cirkel. De laatste onderdeel wat ik gedaan heb, dat kan ik weghalen op deze manier. De cirkel heb ik geselecteerd nog altijd. Gaan we weer even terug. Ik zoek een beetje het midden op. Hij geeft aan op het vlak. En ik maak het wiel weer even op deze manier. Ook deze ga ik duwen en trekken. Zo. Ik zal mijn figuur weer nog wat draaien. Nou, je ziet hij is een beetje kleiner geworden. Voor het voorbeeldje is dat niet zo erg. Dan ga ik met het potloodje tekenen. Met een potloodje kan ik namelijk rechte lijnen tekenen. Op deze manier. Een rechte lijn. En een rechte lijn. En een rechte lijn. Zo. En ook aan deze kant ga ik hier aan de binnenkant nog zo'nzelfde rechte lijn tekenen. En zo'n rechte lijn. En ik ga nog even die kant op, zo. En ook dit figuurtje, wat nu plat op de sleutelhanger staat, die kan ik optillen. Kijk, ik heb nu dit vlak bezig, die moet ik niet hebben. Ik heb dit vlak bezig, moet ik ook niet hebben. Ik heb dat vlakje bezig. Dus je moet goed kijken welke op ligt. Ook die halen we een klein beetje omhoog. En het laatste onderdeel wat we nog moeten doen... Ik zal hem weer even draaien. Dat is namelijk het stuur. En daarvoor gebruik ik even een hele eenvoudige. Op deze manier. Zo. Op die manier. En vanaf dat punt ga ik iets verder naar beneden. Hij wil hem niet helemaal beetpakken. Zo. Dan gaan we verder naar onder. En ik maak het object dicht. Ook dit object wil ik natuurlijk omhoog hebben. Deze moet wat omhoog. En deze moet wat omhoog. En op dat moment zie je dat mijn fiets helemaal voor elkaar is. Als dit dus mijn sleutelhanger wordt, dan heb ik deze dus nu helemaal klaar. Dan moet ik die opslaan. Dan ga ik naar bestand. Opslaan als. En ik geef mijn onderdeel een naam. Nou, je kan hem op het stikje zetten. Je kan hem op in je eigen map zetten. Je gaat er zelf een goede naam voor bedenken. Je moet je sleutelhanger ook nog op een andere manier opslaan. En dat is namelijk op deze manier. Met export STL. Dat STL... file wat hij ervan gaat maken is namelijk handig voor de 3D printer. Dus we gaan exporteren, we drukken erop, we krijgen een menuutje in beeld. Dat is dit menuutje, export, en op dat moment gaan wij ons figuurtje ergens in opslaan. Nou, ik heb hem hier bijvoorbeeld even in de First Lego League map staan, is helemaal niet erg. Ik zet hem even hierin en die noemen we even sleutel. Hanger. En op dat moment zetten we hem daar even in. En we zeggen opslaan. Dus als de naam al bestaat, dan kan dat. Want dan heb je namelijk je vorige project er al in opgeslagen. En in dit geval slaan we hem dus op. Dit even over SketchUp.